zo'n 15 jaar geleden zit ik op het terras ergens in Lausanne, bij Lausanne, een plaatsje in Zwitserland. En terwijl ik daar zit, een glaasje witte wijn, komt er een wat oudere dame op me af. En die probeert te parkeren voor het terras met deze auto. Ik raak in gesprek met die wat oudere dame en ik zeg, wordt het niet tijd om eens een nieuw modelletje te kiezen? En ze kon mijn brutale vraag wel waarderen. En zegt, nee, dat ga ik niet doen, want ik ga dood met die auto. Ik zeg, nou. Dus we hebben de telefoonnummers uitgewisseld. En elk jaar daarop heb ik ze gebeld. Ik zeg, mevrouw, ik wil graag uw auto kopen. De auto was nog goedgekeurd voor de expertise, zoals dat heet in Zwitserland. Maar zij werd niet meer goedgekeurd voor het rijbewijs. Dus ze mocht niet meer rijden. 82 jaar. Maar nog op het grote geheim. In 1959 gekregen van de vader. Ze was 23 jaar oud. De eerste 3 jaar dagelijks gebruikt en toen als zomerauto gebruikt. Vandaar 109.000 kilometer. Zijn hele leven. Nooit gerestaureerd. Dus ik heb de ring maar gekocht aan de telefoon. Te duur. Mijn zoon zei, pa, je bent gek. Je geeft te veel geld. Ik zei, ja, maar het verhaal is zo fantastisch. Dat vind je toch niet meer? Die dame heeft 61 jaar met dat ding rondgereden. Kan toch helemaal niet? En toch is het zo. Dus u begrijpt hem al, ik moest hem hebben. Het is een Peugeot. Een simpele Peugeot. Een 403 cabriolet. En dan zul je zeggen, is dat nou zo bijzonder? Ja, dat is bijzonder. Want deze auto is wereldberoemd geworden door Columbo. De rechercheur Columbo. U weet wel. Moment. Had hij altijd nog een laatste vraag. De ouderen onder u zullen weten waar ik het over heb. Dan liep hij weg, zo. In zijn lange jas. En dan zei hij... One other thing. Oh. There's one thing I almost forgot. Do you have another minute? Had hij nog een vraag. En die vraag was dan altijd de clue van het verhaal. Zoek het maar op, want u zult er nu niks meer van begrijpen. Dat geeft niet, dat is niet belangrijk. Beroemd geworden door Columbo. Maar het gekke is... Er zijn er meer dan 2000 van gemaakt. Want daarom staan we hier ook. Bij Henk van de Timp, bij ons in het dorp. Die dingen zijn namelijk allemaal weggegooid, dat kan niet anders. Ik weet niet waar ze zijn, ik heb op internet gezocht. Ik heb er 3 gevonden. 1 en nog 2. En er zijn er 2000 gemaakt. Eigenlijk kan dat niet. Eigenlijk zouden er meer op de markt moeten zijn. Maar waar zijn ze? De meeste zijn daar bovenop terechtgekomen, dat kan niet anders. Maar als iemand ze nog weet, ergens... Ik wil ze wel hebben, hoor. Oh, jongens, wat zijn dit toch leuke auto's. Kijk, hoort u dat? Die auto is zo origineel dat als Franse taal uit de radio komt. Ja, je gelooft het toch helemaal niet? Echt waar? Waar is er nou? Het is geen toeval, dat is gewoon zo. En al die schuifjes die het nog doen. Onderhoud, hè? 60 jaar onderhoud. Kijk dan, en al die boekjes. Kijk nou eens. Dan kreeg je vroeger een boekje bij de dealer. Hij zei, meneer, heb je het boekje. Hoef je niet meer naar de garage, ik kan het allemaal zelf doen. Nou, vergeet maar. Tuurlijk reservesleutels. Die werden er vroeger nog bijgeleverd, toen het nog geld mocht kosten. Kijk dit nou eens. Heerlijk, ja. Ja, ik vind hem enorm leuk. Hier heb ik nou zo'n autootje dat je zonder jokken kunt zeggen, hij is van een oud dametje geweest. Ja, geloof het of niet. En dit verhaal hoor je vaak, hè, oud dametje geweest. Nou, deze is echt van een oud dametje geweest. Ze is 82 jaar, geen rijbewijs meer. En nu zien we om Nico.